Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we goed dat de bewolking overheerst in een groot deel van het land. In Limburg schijnt op dit moment al de zon behoorlijk. Later op de dag zal wat vaker in het oosten en zuidoosten van het land de zon doorbreken. In de rest van het land hebben wolkenvelden nog steeds de overhand. Lokaal valt dan een spatje motregen, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt 16 tot 19 graden, in Limburg mogelijk 20 graden als de zon wat meer doorbreekt. Er staat niet al te veel wind. Vanavond gaan de opklaringen zich geleidelijk aan verder uitbreiden en halverwege de avond is het graden graad of 15. Morgen op eerste Pinksterdag ziet het weerbeeld er een stuk zonniger uit en het wordt ook flink warmer bij een matige oostenwind. Het wordt 23 tot 25 graden. Later op de dag is in het uiterste zuidoosten wel kans op een enkele regen- of onweersbui. Ook maandag, vooral in het zuiden kans op een onweersbui, geldt trouwens ook voor dinsdag. Nog steeds behoorlijk veel zon en een zomerse 25 graden. Op woensdag zal ook de buikans in het midden van het land wat toenemen en het blijft behoorlijk warm. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.